Ik weet het. Kwartje is preciezer. De ene kant is wat donkerder dan de andere kant. Hoi hoi, welkom in deze nieuwe video. Mijn naam is Farah Bellinga en vandaag ga ik jullie meenemen met eigenlijk een echt vrouwenavondje. Want vanavond ga ik naar een make-up party. Mijn schoonzus Mirjam, die hebben jullie waarschijnlijk ook al vaker door vlogs heen zien dwarrelen. En die heeft ook de haartjes van Luan geknipt. Die heb je ook wel in de vlogs gezien. Die geeft vanavond ook een eigen make-up party, want ze is ook visagiste. En ze wil een demonstratie geven over hoe jij jouw persoonlijke gezicht het beste, het mooiste kan opmaken. En ze vroeg of ik wilde komen. En natuurlijk lijkt me dat hartstikke leuk, want ik ben wel heel erg benieuwd wat zij met haar professionele ogen, zeg maar, naar mijn gezicht kan adviseren hoe ik mezelf nog wel beter kan opmaken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel erg bezig ben met mezelf heel specifiek super mooi op te maken. Ook omdat het 's ochtends best wel hectisch is. Ik heb best wel een basic make-upje wat ik iedere dag opdoe. Maar ik vind het natuurlijk wel heel erg leuk en inspirerend om ook van haar advies te krijgen hoe ik wellicht op een hele simpele manier ik mezelf misschien nog wel nog iets mooier kan opmaken. Dus echt een vrouwenavondje, dus kijk gezellig met me mee. Nou, ik zit in de auto. Gelukkig is het nu droog. Het regende super hard, dus ik heb even gewacht tot het stil was. Dus let's go! Nou, ik ben in de salon van Mirjam. Ik denk, nu is er nog niemand, dus we gaan even een kleine rondleiding geven. Kijk, er zijn genoeg stoeltjes. Vast vanavond 6 dames. Dus je kunnen hier gezellig met z'n allen zitten. Make-uppen. Ja, alsjeblieft. Nou, het is wel goed te zien, hè? Nou, de dames komen binnen. Dus we beginnen. Hier geef ik heel vaak vlechtcursussen en make-up workshops. Ik wil vanavond jullie echt gewoon een persoonlijk advies gaan geven. En dat je ook echt het gevoel hebt van, hey, hier kan ik wat mee de komende tijd. Je moet je gezicht even schoonmaken. Ik moet een beetje in mijn ritme komen, jongens. Dat komt ook wel een beetje door de camera. Een beetje camera geweest. Je moet net zo doen dat hij er niet is. Dat doe ik ook altijd. Ja, gek is dat, hè? Ja. Ja. Ja, dankjewel. Oh ja, ik heb een lekkere. Dat vergeet ik alweer. Rijmpje. Had ik ook altijd toen ze in de klas waren filmen. God, dat stond echt helemaal raar. Moet het op het bordje? Voor de poriën goed open komen te staan. En even liggen. Ja, het is een echt een diepte reiniging. Dus als je hem echt de tijd geeft. Dan ze meteen wegspoelen. Ja, maar hier zitten ook stukjes in, hè? Hier. Ja, ja. Ik heb vandaag al helemaal nat gemaakt. Oh, ja. Waarom denk je? Ja. Helemaal. Kom ik zo iedereen weer een bordje brengen? Oh, ja, dat is nog altijd wel even iets waar ik nog even zelf ook aan moet denken, hè? Doe ik een handdoekje bij? Handdoekje, ja hoor. Een beetje nat. Ze stond wel eerst hier. Nee, toen ben je aan het badden ofzo. Ik weet het ook. Dat liep goed uitgevoerd. Ik ben het toch helemaal niet gewend, jongens, dit. Je bent ook een keer de laatste in de rij, ja? Ja, wat is dat keer de laatste. Ja, maar de kast staat. Laten we zullen de eerste zijn. Ja. Alle ingrediënten van deze lijn zijn gewoon, ja, echt natuurlijke producten. Diepgoedvrij, dat is ook heel lekker. Maar als het licht tintelt, is het niet erg. Nee. Want dan is het gewoon echt gewoon werkzaam op je huid en mag je gewoon echt vertrouwen dat het wel goed komt. Oké, nou, als je make-upje aanbrengt, denken heel vaak mensen van, nou ja, hè, dan laat ik mijn huid gewoon zoals die is en nou, zo. Maar het is eigenlijk soms best wel leuk om een soort foundation aan te brengen. En dan, als je nou rode vlekjes hebt, dan kun je die camoufleren met een groene stift. Dan pak je er straks gewoon een beetje, ja, als je zegt ik heb rode vlekjes in mijn huid, pak ik gewoon wat. Ja, of de muis van een hand, pak je dan wat groen en dan stip je gewoon op de rode plekjes gewoon even en dan ga je hem erin deppen. Je hebt ook wel een paar rode vlekjes hier en hier een beetje op je wangen. Ja, ook te lang. Ja, als je dan, ja, is het zo erg. Normaal gesproken zeg je dat soort dingen niet, toch? Ja, bij mij mag je dat allemaal zeggen. Ja, hier wordt alles gezegd. Hier wordt alles gezegd. Ja, je hebt een heel rood gezicht. Je hebt de hele bed door. Kijk maar hoe ver je komt. Denk bij zichzelf, ik heb helemaal geen rode plekjes. Kom je daar nou bij? Hier ook altijd. Dit zijn maar erge plekjes hier. Ja. En hier mijn kinderen. Ja. Nou, hier dan ben je helemaal blij met deze stift. Helemaal blij. Ja. Wat doen we ze? Ja, maar ja. Zo onderling kunnen we dit best wel zo doen. Ja, ja.
Als je maar niet zegt van dat ik het allemaal zei. Als jij gaat straks allemaal zo buiten monteren, dat ik het allemaal. Ik kan naar buiten kijken, ja, mooi hè? Ja. Mooi aangebracht, je bent vlot. Ja, ja. Ja, meer uitsmeren. Ja, lekker smaak. Beter dan jij. Kijk even. Nou, jij bent aan de beurt. Ja. Als ik naar jouw ogen kijk, heb jij je ooghoeken, heb je ook iets hangen? Dus het is een beetje een melancholische oogopslag. Ja, melancholisch. En dan ben je heel droepieachtig. Dan heb je een beetje, nou ja, dat moet ik zeggen. Kleintje heel, kleintje lach. Ja, ja, huilerige ogen. Nee. Jij mag een klein wingetje maken. Je hebt wel een mooie arcadeboog. Die is nog mooi strak, maar dan kom je nog zo mooi jong met. En als ik kijk naar even naar de zijkant, heb je grote ogen. Dus dat betekent dat je eigenlijk gewoon een mooie lijn onder mag doen. En dat je ook eigenlijk daar ook in de waterrand zeg maar. Deze doe ik ook die wing. Het is een lijntje hierboven. Boven en een klein wingetje. Er zit een muziekje onder. Iedereen mag nu even voor zichzelf al een beetje kijken. Daar zijn vooral de glimmertjes. Je mag één, hooguit, nee, doe maar één glimmertje mag je voor jezelf uit. Want ik, nou, die mag je alleen nog maar neerleggen. Je mag er nog niks vieren. Oké, leuk. Ik kan er altijd nog weer af. Oh god, wat is er voor een cursus heen? Ze hoopt dat het goed komt. Ja, mooi opgezet. Leuk. Mooi strak. Ja, je mag ook, hè? Die onderste lijn mag je echt verbinden met de wing hier. Dus dit lijn mag je vastzetten. Mag je deze toch overheen zetten? Oh, lekker met je ogen. Dit is om het vast te zetten. Ja. Dus het is geen zwarte mascara. Of, het is gewoon oogschaduw, zwart. En een waterlijn, dikke zwarte lijn. Ja, oké. Okay. Moet het echt zo, Mirjam? Weet niet, het is heel gek ze doen nu. Nee, dat is mooi. Wat? Dit zo? Ja. Ik ga eens een keertje paars doen. Eigenlijk altijd alleen maar bruinige tintjes. Een beetje safe. Maar ja, Mirjam zei doe eens gek. Zo, glimmen mag je dus alleen maar zeg maar bewegend ooglid aanbrengen. Maar je moet het niet van glitter van hier tot aan je wenkbrauw glitter zetten. Oh, ik heb voor de verandering eens een paars kleurtje op. Eigenlijk iets wat ik normaal zelf thuis niet echt heb. Maar goed, het lijkt wel een beetje Cleopatra zo, of hoe zeg je dat? Met die donkere ogen zo. Dan gaan we hem helemaal mooi in het ooghoek zetten. En dan laat ik hem ook meteen een beetje overlopen naar het lichtgroene, wat je mooi erop hebt gezet. Heb je mooi gedaan trouwens. Ja, en toch hè, zeggen ze altijd groen op groen. Ze zeggen, ja, daar komen mijn ogen mooi uit. Maar als je nou een groene stof hebt en je legt daar een groene broche op, valt het dan meer op? Eigenlijk niet, hè? Maar het is wel gewoon vaak, als je een klein beetje groen verwerkt in het geheel met andere kleurtjes, dan kan het wel gewoon natuurlijk heel veel doen. Dat is het ooghoek zet je dus eigenlijk. Oh, dat doe je. Ja, een mooi egaal kleurtje op je huis zit. Zo, mag je even naar boven kijken? Niks meer van paars gezien zo meteen. Nee, het is helemaal zwart, hè? De ene kant is wat donkerder dan de andere kant. Dus dan kun je nog even een klein beetje nog soms op door blenden. Ik vind zelf persoonlijk gewoon eigenlijk, dit is gewoon dezelfde poeder wat hierin zit. En deze kun je prima in je donkere bruin bij jou neergelegd. Ja, geen bij mij weg. Ja. Het is één los met haar. Dus een beetje wenkbrauwpoeder zeg maar inzetten. Heel voorzichtig. Ja, ik moet even in de spiegel kijken. Dat wil jij wel wat aan, hè? Ja. Dus zeg maar, hier is je ooghoek,
dan ga je recht naar boven. Dan zie je dat dit eigenlijk te veel zit. Ja. Dus dan mag je eigenlijk bij je epileren. Ja, deze kan volgens mij ook prima bij jou. Ik heb nog steeds een goede vlek op mijn gezicht. Ik ben niet verder gekomen dan dat groene. Kwastje is preciezer. Dat is wel mooi. Dat is en, kriebelt ook heel erg. Ja. Ik ga zelf van de week nog een paar aanschaffen. Dat is wel heel wat. Ja? Het is een heel extreem make-upje vandaag. Ik kan zo de disco in. Ja, heel mooi. Ik zou in de wastafel willen leggen, want dan hoef ik die niet allemaal mee te verzamelen. Nou, het zit erop. Dit is mijn eindresultaat geworden. Heb ik het een beetje goed gedaan? Ja hoor, het is helemaal goed gekomen met jou. Ik vond het echt super leuk. Ik heb echt wel wat meer gedurfd dan dat ik normaal eigenlijk durf. Dus vind je het ook leuk om dit soort make-upjes van haar te leren? Want ze legt het heel erg leuk en vooral ook grappig uit. Je moet wel een beetje tegen de positief opbouwende kritiek. Maar er zijn allemaal hele leuke opmerkingen. Ja. Maar we zijn vrouwen onder elkaar, dus dan moet dat gewoon kunnen. Ja, dan hoop ik dat het mag. Ja, dat mag. Doe natuurlijk even de duimpjes omhoog op deze video als je het een leuke video vond. En kijk even op de link onder deze video naar miriamknip.nl om te kijken wanneer ze weer haar volgende workshop heeft. Ik zeg tot gauw. Doeg. Hoi. Die pak ik in. Deze kleur, dan ga ik die arcadeboog, ga ik dus zo doen. Dit een rondje maken, een half maandje maken, zeg maar. En ik doe altijd even, als ik dus heb gedipt in de poeder, doe ik altijd eerst even op mijn hand. En dan pas op mijn ooglid, zodat die korreltjes niet als een klont op mijn oog komen, maar een beetje verspreid zijn in het kwastje, zeg maar. En als ik dat heb gedaan, bak ik wel de wat donkere. En met die wat donkere ga ik dan weer op mijn hand en onder mijn oog doen. En maak ik een beetje wat